Draai je rondje. Onder grote belangstelling van dagjes mensen en geheime politie is vandaag de afscheidsreceptie voor Joris Demmink, de secretaris-generaal van Justitie, die onder vuur ligt voor mogelijk pedoseksueel misbruik. Maar iedereen komt. Nou, meneer, mag ik u wat vragen? U gaat naar het feestje van Joris Demmink? Ja, dat klopt. U weet dat er altijd een beetje verhalen om die meneer heen spoken? Ik lees ook de krant, ja. En toch gaat u even naar zijn feestje toe? Ja, ik heb ook heel prettig met hem samengewerkt en ik vind dat hij gewoon een goed afscheid verdient. Ik ga hem een hand geven, ik ga geen afscheid nemen. Nou, het is een afscheidsreceptie? Ja, als secretaris-generaal. Maar we zien elkaar zo af en toe, hè. Er gaan nogal wat moeilijke verhalen over meneer Demmink. Daar praat ik niet over. Nou, meneer, mag ik u wat vragen? Nee. Dank u. U gaat naar de afscheid van meneer Demmink? Zeker. Ligt nogal gevoelig. Nou, hij gaat gewoon aan het eind van zijn loopbaan weg. Vindt u niet een beetje lastig om hier te komen? Helemaal niet. Maar er gaan nogal wat verhalen over die meneer. Prima. Welke verhalen gaan er allemaal over u dan? Nou, niet dat ik pedo ben. Nou, ik zou nu vertellen, u ruikt geweldig uit uw mond. Nou, dat is even chic. Heel veel mensen zeggen van ja, moeten we dat nou wel doen? Hè? Omdat er allemaal verhalen om omgaan. Heeft u daar last van? Nee. Vindt u dat ik uit mijn mond ruik? Meneer Isbelien, mag ik u een korte vraag stellen? U gaat afscheid nemen. U heeft nog nooit gehoord over de verhalen die over meneer Demmink gaan? Ja, maar wij doen geen zaken met verhalen, wij doen zaken met feiten. Ja, en er is mij verder niets van bekend. Meneer Welten, kent u die? Van de oude politiecommissaris? Ja, die ken ik. Die zei net dat ik vreselijk uit mijn mond stonk. Vindt u dat ook? Nou, dat vind ik niet. Vindt u dat ik uit mijn mond ruik? Nee. Niet echt, hè? Nee. Het zei net iemand, ik begreep het al niet. Oh, ik snap het niet, nee. U gaat even naar het afscheidsfeestje van meneer Demmink? Ik ga even wat drinken, ja. Meneer Dr. Verleeuwen, mag ik u een korte vraag stellen? Wat zegt u? Nee.